Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando viert deze week een 100-jarig bestaan. Dit jubileumfeest wordt de komende dagen in Venray gevierd. Omdat Venray heeft natuurlijk een duidelijke connectie met het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Omdat het gedeeltelijk ligt de hele basis op het grondgebied van de gemeente Venray. In 2007 en 1994 zijn er veel militairen vanuit Duitsland en vanuit Ede in Venray komen wonen. Die hebben dus al een directe connectie. En we proberen ook natuurlijk de relatie met de omgeving en de burgerbevolking en de overheid hier te plaatsen uitermate goed te houden. Mensen kunnen hier kennis maken met de wapensystemen die waar wij mee werken. Stinger Manpad wapensystemen, die zijn om laagvliegende luchtdoelen op korte afstand nog te kunnen onderscheppen, te kunnen bestrijden. Daar hebben we raketten voor de middellange afstand. Dat is het AMRAAM wapensysteem, stand in middelbare hoogte. En dan hebben we het Patriot wapensysteem. En die is voor de tactical ballistic missiles op grote hoogte buiten de atmosfeer. Mensen zien ons altijd werken achter de hekken. Ja. Van wat gebeurt er allemaal? En wij willen natuurlijk ook graag zichtbaar zijn voor onze medeburgers. Tenslotte zijn het ook hun centen die eraan besteed worden. Op de pleinen waren woensdag diverse oudere en moderne technieken en voertuigen van de grondgebonden luchtverdediging te zien. Grondgebonden luchtverdediging, dat zegt het al. Hè. We werken met onze wapensystemen om mogelijke vijandelijke luchtdoelen te kunnen bestrijden. Maar ook tactische ballistische missiles bijvoorbeeld de raketten. Neem bijvoorbeeld Korea, die doen allerlei rare dingen met raketten. En als die ons bedreigen, dan willen we die graag uit de lucht kunnen schieten om onze eigen bevolkingscentra en militaire installaties te beschermen. Dit jubileum wordt niet alleen met de militairen gevierd. Zaterdagavond is er voor alle inwoners van de gemeente een speciaal concert van de Koninklijke Luchtmachtkapel. De militaire muziek wordt met name ingezet bij militaire evenementen. Maar die militaire muziek kunnen we natuurlijk ook gebruiken om ons te promoten naar de bevolking toe. En laten zien wat die mannen allemaal nog meer kunnen dan alleen maar de tap toeblazen tijdens een herdenking. En daar willen we graag iedereen deelgenoot van maken. De gemeente Venray, die hebben we dit concert aangeboden. Met name zeg maar, ook in het kader van 100 jaar luchtverdediging en om onze banden te verstevigen. En dit concert zal plaatsvinden op het Henseniusplein en start rond de klok van 8 uur.